Nou, welkom deze zonnige woensdag in Spakenburg op de rookwedstrijden. Ik ben Sander Koelewijn, vierde generatie Jacob van Jan. En vandaag gaan wij er een mooie wedstrijd van maken. Zoals je ziet, mooie goudbruine kleur. Ze beginnen al lekker zacht te worden. Dus nog een heel klein momentje, een paar minuutjes nog. En dan hebben we de eerste lekkere paling hebben we klaar voor vandaag. En ik zou zeggen, kom allemaal langs. Ik kom uit Amsterdam en eens per jaar komen we hier naar de Spakenburgse dagen en vandaag was het palingrokerij. En dat leek ons wel lekker om te doen. Dus nu staan we te wachten op lekkere warme paling. En ik ben Nel, ik kom uit Den Haag, maar we zijn op vakantie in Maren. Dat vergeet ze te vertellen. Maar wij komen regelmatig lekker palingjes eten. En deze jongens verdienen de eerste prijzen. Magree. Wij zijn samen van Dames Paling en wij roken eigenlijk de lekkerste paling vandaag. Dames Paling, breed in de heupen. Dit is het resultaat.
is er te weinig vuurraad. Die is van Rogier de Graaf. Het nummer 4 heeft 41 punten en dat is Timen uit Eemnes. 1 puntje meer, een totaal van 42 punten. Thijs Koops. Kijk, dat klinkt al veel beter, hè? Zou je dan wat willen zeggen? Dat kan niet. Nou jongens, bedankt allemaal. Koops, bedankt. En ja, ik had gewoon op 1. Dat moet het best gedaan, maar ja, helaas. Het is niet anders. Bedankt. Er wordt niet iets bijgedaan of afgedaan. Dat wordt ook nog wel gesuggereerd. Een half puntje meer. 42,5 punt. HW de Graaf. Wil je nog wat zeggen? Hey, applaus voor die man, jongens. Een totaal van 44 punten, voortreffelijk gerookt, heel netjes van Zouden, iedereen was het ermee eens. Daar komt nu een mee tussen. De met 44 punten, Corrie Hansen. Ja, applaus voor de dag. Ik ben natuurlijk in de hol van de leeuw, hè. Ik kom zelf oorspronkelijk uit de Giek. Ik woon een tijdje in Putten natuurlijk. Dus het is altijd leuk om in een oude vissersplaats te winnen. Nou ja, ik wil in ieder geval de organisatie ook bedanken. Hele goede, leuke locatie en alles. Het vond gewoon een goede dag. En ik ben trots dat ik vandaag gewonnen heb. Hartstikke bedankt allemaal. Oké. Dit was weer een evenement van de Stichting Spakenbeurzen Evenementen.